Je had de auto's en die motortjes heen en weer gaan daarboven. Daar gaan wij ook heen. Links een grote waterval. Die heeft erg veel weg van de Trollstigen in Noorwegen. Wel een update van het gebeuren hier. Gisteravond was er nogal onweer. Gistermiddag was dat. En toen is de bliksem ingeslagen. Tenminste, de kabelbaan stopte ermee. Hoe dat precies zat met mensen die erin zaten, heb ik geen idee van. Maar in ieder geval, er zijn mensen toen met de auto naar boven gebracht. Maar iedereen, ja, die hier is, het is een berghut, dus die is wandelen. Om 6 uur is iedereen vertrokken. En er was een hoop rumoer om 6 uur. En ja, ik denk dan in mijn onnozelheid, ja, ze zullen wel de hele nacht lekker aan het repareren zijn geweest. En morgenochtend doet hij het wel weer. Nou, het is 9:10 en hij hoort om 8:30 te beginnen. En je ziet dat hij het niet doet. En ik heb om de alternatieven gevraagd. Ik ben dus de enige die naar beneden moet. En nou ja, die zijn er nu, je wacht maar. Het heeft mij heel erg verbaasd dat de mensen gisteravond gewoon naar huis zijn gegaan. En ja, hij is stuk. Nou ja, dat zien we morgen dan wel weer. Dat ze niet... gewoon gezorgd hebben dat vandaag de kabelbaan het weer doet. Maar goed, dat zal wel de zuidelijke invloeden zijn. In ieder geval, de kabelbaan ligt stil. De omgeving is natuurlijk geweldig. Maar ik moet wel zeggen dat ik eigenlijk wel langzamerhand naar beneden wil, want ik heb een permanente hoofdpijn van de hoogte. Dus ja, de hoogteziekte speelt mij wel parten. En ik wil met die zware tas, ik heb echt een zware tas bij me, wil ik toch niet helemaal naar beneden gaan lopen. Zo, het is intussen weer een uurtje verder. Om 8:30 zou die gaan draaien en toen zou het 9:30 worden. Nou, het is intussen alweer ruim over 9:30 en nou, het duurt nog een uurtje. Tussentijd is er wel een auto aangekomen van het hotel met allemaal rotzooi erin en ik ben nu in een heftige discussie geweest of ik mee kan of niet. Ze zeggen ja, je moet nog nu wachten op de kabelbaan. Nou, daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Dus moet maar eens even kijken wat dat gaat worden. Ik hou die auto strak in de gaten, dat hij niet zonder mij vertrekt. En dat die kabelbaan binnenkort gaat doen. Dus ze waren met omleidingen bezig, met draden en kabels. Dus daar heb ik niet zoveel vertrouwen in. Het is goed dat ik op wacht ben gaan zitten aan de toegangsweg. Want de elektriciërs hebben het niet kunnen fixen en gingen dus gewoon weg. En ik heb ze aan kunnen houden. Dus ik zit nu in de auto. De kabelbaan is nog steeds kapot. En je gaat nog bellen ook hier.
pijpen nog terug met mini kwart op de platen. Nou, we zijn bij het tussenstation aangekomen en de onderste helft die loopt wel. Dus, nou, dan gaan we maar mijn spullen uit de auto halen. En dan gaan we zien dat we beneden komen. Zie je wel, mooi gemaakt dat het onderste gedeelte wel kan draaien. We zijn weer op weg. Het is intussen 11 uur. Ja, de motor komt uit de parkeergarage, dus dat is niet helemaal representatief. Ondergronds, half in de berg. 18 graden. Nou, hier mag je dan blijkbaar gratis parkeren. Wij hebben nog een lange dag te gaan, voor mij in ieder geval. Even kijken, het was volgens mij rond de 200 kilometer, 5,5 uur of zo. Dus we kijken dat we een beetje door kunnen rijden. En wij gaan naar Zwitserland. Jawel.
can see you in the morning when you go to school. Don't forget your books, you know you've got to learn the golden rule. The teacher tells you stop your playing, get on with your work. And be like Johnny Toogood, don't you know he never shirks. He's coming along. Dat we voor stoplichten staan te wachten. Zo, jongen.
het geloven, maar wij zijn weer in Italië. Wij hoppen wat grenzen over. Welkom in Oostenrijk! Yay. Son Danella Hotel. Ik reed verkeerd en toen kwam ik ineens hier terecht, want volgens mij had ik hier beneden moeten zijn en dan had ik daar naar de parkeerplaats gereden. Maar ja, dat was allemaal, hoe zal ik dat zeggen, dat was ook allemaal grind en slecht wegdek. En ik draaide verkeerd om en ik zag dit staan en ik denk, nou, we gaan het gewoon proberen. Niet waar de anderen staan, dat is trouwens een groot hotel dit. Kijk eens even. Maar goed, we gaan naar binnen. Ik zie in ieder geval al een mooie tegelkachel. Zo, mijn laatste kunstje voor vandaag. Ik zet de helm maar weer even op. Hoppa! Ik heb wel eventjes gecheckt hoe het er is, want het is een smal stijl paadje en daar ben ik redelijk allergisch voor intussen. Maar het is maar een heel klein hellingje. Er staat wel heel mooi naar zo'n Mercedes. De motor staat op stand. Zo kunnen we het wel zeggen. Ik heb kamer 1. Ik kon wel merken dat dit een wat luxer hotel is. Bij kamer 1 waarschijnlijk een achteraf hokje is waar we niks meer mee konden, denk ik zo. Nou, het is in ieder geval een zigzag. Sauna. Hier is kamer 1. Valt mee. Kijk eens, een bed, een werktafel, een spiegel, een wc,
En een douche. Maar ook nog een balkon. Had ik even niet in de gaten. Maar wij hebben een balkon. En dan zie je toch dat het hier allemaal ietsje anders is. Ontbijt 15 Zwitserse franken. Dat is helemaal niet gedaan. En dan hebben jullie nog de route van mij te goed. We zijn vandaag veel te laag laat gestart in Madonna di Campiglio, nummertje 1. We zijn vervolgens lekker op weg gegaan en bij nummertje 4 hebben we de tonaalpas gehad. Nummertje 5 hadden we eigenlijk naar boven gemoeten om de route goed te vervolgen. Dat heeft de routeplanner op een of andere manier niet gedaan. Bij nummertje 6 hebben wij geluncht. Bij nummertje 7 hebben we alsnog een poging gedaan om de route naar boven toe af te snijden. Maar dat is helaas niet gelukt. We zouden toen via de Passo del Martirillo zijn gegaan. Helaas niet gelukt. Alles bij elkaar hebben we 3 kwartier en 40 kilometer omgereden via 8. Bij 9 zouden we ook weer op de oude route zijn gekomen. Tussen 9 en 10 daar hebben we ontiegelijk veel tunnels gehad. Bijna het hele stuk is tunnelwerk geweest. Jawel, bij nummertje 11, daar zouden we eigenlijk de afsnijroute vanaf 5 hebben moeten nemen. Dus daar zouden we weer moeten aangekomen zijn. Bij nummer 12, daar hebben wij de Ombrailpas. Dat deel uitmaakt van de Stelvio massief. Tevens zijn we daar in Zwitserland aangekomen. Bij nummertje 13 hebben we getankt. En bij nummertje 14 zijn we weer Italië ingegaan. Nou, een stukje rijden door Italië zijn we bij nummertje 16 Reichenpass. En daar zijn we vervolgens Oostenrijk ingegaan. Nou, een klein stukje Oostenrijk en vlak achter nummertje 19 zijn we weer in Zwitserland gekomen. En we zitten nu in nummertje 20 in Salon, in het Zwitserse dorpje. En daar verblijven we voor vannacht. Dat we Italië gaan verlaten, even een overzicht van wat we in Italië gedaan hebben. De verschillende kleurtjes zijn de verschillende dagen die we gereden hebben. I am a-